puntje van Centrum Eiland. En dit weekend vindt hier de opening plaats van de Urban Campsite en het Rode Loper Festival. Dus we gaan kijken wat daar te doen valt. We staan op het noordelijkste punt van Eiburg om maar liefst twee feestelijke openingen te gaan beleven. De zon schijnt, het is een fantastische dag. Ik ga jullie voorstellen aan de voorzitter van het bestuur van Oost, Ivan Manuel. Hij gaat zo direct de officiële handeling verrichten. Voilà. Wauw! De Urban Campsite Amsterdam is open. Festival. Als je binnen bent dan, en je gaat liggen, dan zie je een koepel boven je met allemaal, nou het is echt zo ontzettend mooi gemaakt en je voelt de warmte. Toen dacht ik van oh, het zal heel koud zijn, maar dan ga je liggen en dan voel je de warmte. Nee, het is echt, echt ontzettend mooi. Heel romantisch. Heel romantisch. Okay. Maar we weten niet met wie we dan moeten uitnodigen. Dat oh. Hoe kom je op zo'n idee? Ik dacht dat het wel bruikbaar zou zijn om wat speelgoed hier ook te hebben voor kinderen. En als je erop springt kan je over de dijk kijken en dan zie je het water. En het is heel lekker om eronder te liggen en erop te liggen als het warm weer is. Maar je moet niet ineens 's nachts wakker schrikken van iets, want dan stoot je je hoofd. Nee, maar daar hebben we het bordje voor, do not disturb. Toen ik hier aankwam was de dijk al gelegd, net. En ik wil altijd meteen kijken naar het uitzicht. Ik hou van heel ver weg kijken. Dat vind ik eigenlijk het mooiste. Dus dan werd het een object waar je eigenlijk kon uitkijken over het landschap. En dan nog een beetje verder. Daarom heet het ook Universe of Universum 7. Om eigenlijk nog verder te kijken dan hier. Hier kan je al heel ver kijken. Maar misschien moet je in je hoofd soms ook nog verder kijken. En daar is hij dan. En dan kan je in dit bed liggen. En dan kijk je zo in de einder. Ik vind hem persoonlijk het mooiste. Als hij naar het water staat. Het festival De Rode Loper op Eiburg gaat over de maakbaarheid van de buurt. Als er één buurt gemaakt is, dan is het wel Eiburg. Heel veel andere buurten zijn veel meer organisch gegroeid. En hebben er ook langer over gedaan te groeien. Wat we hier doen hebben we genoemd Building for Community. Dat hebben we heel letterlijk gedaan door te bouwen met studenten van de Academie van Bouwkunst. En dat doen we ook op een meer figuurlijke manier. Doordat we bijvoorbeeld hebben gewerkt met bewoners van het Martien Schaperhuis. Gewoon Eiburgers die om de hoek wonen en die een rol spelen in onze theaterroute. Ga je nu mijn verhaal stelen of mag ik ook meedoen? Blokkade. Waar heb jij spijt van? Ik zie dit stukje groen als een investering in de toekomst. Samen laten spelen, dan ontmoeten die kinderen ook... Voor mama kookte en boodschappen deed. Ik kreeg een tientje mee en wat ik overhield, dat mocht ik houden. Mijn jonge handen, er is nog veel te doen. Plannen, dromen, toekomst, we lopen er al naartoe. Alle dagen heb ik veel te doen. Dus heb ik nergens tijd voor en ik ben een beetje moe. Eigenlijk is die voorstelling een aaneenschakeling van allerlei ontmoetingen waar jong tegenover oud staat, gaaf tegenover gebroken staat, droom ten opzichte van werkelijkheid staat. Dus elke keer kantelt eigenlijk je perspectief hoe je naar deze jonge mensen en deze wat oudere mannen kijkt en hoe je naar de wijk kijkt.